Hallo en welkom, stralende ziel. Wat fijn dat je erbij bent. Wat fijn dat je kijkt. Mijn naam is Inge van Stralen en ik ben Pleiades Lichtwerker. Ik help lichtwerkers om contact te maken met andere dimensies. Zodat ze hun zielenmissie, hun levensmissie hier neer kunnen gaan zetten op aarde. Kunnen gaan belichamen als het ware. En dat doe ik door middel van één-op-één-sessies, workshops, meditaties en de opleiding Pleiadisch Lichtwerk. En ja, ik weet het, ik heb het al een aantal weken heb ik het erover, maar dat komt ook omdat ik er zo vol van ben. Ik ben er zo hard ook mee bezig met alle informatie ja, binnen te laten stromen, me erop af aan het stemmen. Binnenkort dus echt de online, ja, programma, het online programma waarin ik, ja, lichtwerkers ga helpen, ja, allerlei lagen weg te bellen, zodat we als lichtwerkers weer dieper bij onze zielenmissie missie kunnen komen. En ja, de werktitel tot nu toe wat ik heb gekregen is stralen als lichtwerker. Nou ja. Laat me weten wat je daarvan vindt. Of het je aanspreekt of niet. Ja. Maar goed, ik, ik vind het zelf, toen ik die titel kreeg, was het wel zoiets van, ja, het past wel. Omdat het ook echt gaat. Het is echt voor lichtwerkers om hen te helpen. Met tools. Om ja, zelf contact te maken met lichtwezens. En ook. Om ja, blokkades op te heffen, waardoor we ja, on ons pad niet goed kunnen belopen. En wat ik ook al kreeg, is dat het niet alleen een persoonlijke reis is, maar ook dat we alle informatie en alle tools en dingen die we leren en gaan toepassen, ook gaan toepassen op een ja, grotere schaal. Zodat we de aarde ook kunnen gaan helpen. En het is niet zozeer de aarde, maar het collectief, het menselijk bewustzijn. Dus ja, en uh, ja, de, 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 de prachtige namen die al doorkomen. Saint Germain, natuurlijk, die uh, gaat helpen. De Art Ingo Hermes van Sirius, die, uh, die komt. Nou ja, en, en, en nog meer. Maar goed. Ja, oh, oh, oh. <laughs> Ik, uh, ja, ik ben nog hard bezig, maar binnenkort hoop ik al gewoon een beetje het programma met jullie te kunnen delen. Maar als je nu al weet van oh, dit lijkt mij wel wat. Dit spreekt me aan. Stuur me een e-mailtje of een berichtje. En ik zet je op de wachtlijst, zodat jij als eerste ja, op de hoogte wordt gebracht van dit programma. Goed, gaat het allemaal nog een beetje te ver voor je? Nou, je kunt ook natuurlijk altijd je abonneren op dit kanaal, deze video liken of je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Nou, ja, sorry. <laughs> mijn intro wordt elke keer langer, hè? Ja, maar goed, ja. Ja, dat ben ik gewoon. Ik, uh, ik klets graag en veel. Maar laten we teruggaan wa naar waar jullie hier voor zijn, voor deze video, waar we het nu over gaan hebben. En dat is over het ja, weer bezit nemen van je ruggengraat. Over de energie van je ruggengraat. En je ruggengraat, de. Ja, de in het Engels heet het de spinal pathway. Dus langs je ruggengraat lopen energetische banen. En al je chakra's komen daarop uit. En het is een hele belangrijke energiestroom. En toch weer over de online, het online programma. Daar gaan we het ook over hebben. <laughs> Dus maar ik, ik licht alvast nu een uh, tipje van de sluier op, zodat je kunt er alvast aan proeven. Maar goed. Uh, in ieder geval. Dus het gaat over die, uh, ja, de, de verbinding met alle energetische centra in je lichaam via je ruggraad. En dat is een hele belangrijke. Verbinding, energetische verbinding. Want het zijn die. Um, ja, de, de verbindenissen van de kosmos naar de aarde. En, en eigenlijk de, de energie, die verbinding daartussen. Al die energie van de kosmos, de, ons hoger zelf-energie, energie die we, ver, die we krijgen. An, energie uit andere, hogere dimensies. Die komt dus van. Boven binnen en gaat zo via je, ja, je ruggengraat naar beneden. Ook Kundalini-energie loopt via de ruggengraat naar beneden. En ook vervolgens als het dus via jouw lichaam naar beneden is gekomen. ook weer naar boven, vanaf de aarde helemaal naar boven. En dus dat is het, ja, een soort. Ja, bijna een snelweg van energieën door je lichaam heen. En zoals ik al zei, je chakra's zijn ermee verbonden ook. Dus die uh, sluiten daarop aan. En op die manier, via dat, uh, ja, die, die verbinding, staan dus ook al jouw chakra's met elkaar in uh, verbinding. En met de resten van je, van je lichaam omdat die uh, verbinding die via je ruggengraat of langs je rug gaat zo belangrijk is, is dat ook de plek waar vreemde energieën, uh, entiteiten, energieën van andere mensen vaak als eerste binnenkomen. Ik zeg vaak, want hè, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen en al ook andere plekken waar het binnen kan komen. Maar over het algemeen zijn, is dat wel een hele belangrijke. Als ik mensen in de praktijk krijg uh, die ja, energieën van anderen bij zich dragen, of entiteiten meenemen die niet echt in één bepaald chakra zitten of zoiets, zie ik het heel vaak. Ergens op de ruggengraat aanhaken, omdat het zo belangrijk is. Het staat dus ook hè, in, in verbinding met jouw verbinding met, met het alles en de aarde. Het staat in verbinding met je levensenergie, je levenskracht, hè, die, die kundalini-energie die ook door jou heen stroomt via je lichaamskanalen. Dus heel vaak. Zijn, is dat ook een plek waar energie wordt afgetapt? Het is dus heel belangrijk om die ruggengraat, om die verbinding langs je ruggengraat goed schoon te houden. Daar ga ik jullie bij helpen. Nou ja, niet ik, ik zeg ik, maar hè, de gidsen die kwamen daarmee eh, dat het een hele mooie. Uh, oefening zou zijn om dat ja schoon te gaan maken. En er zijn vele manieren voor. En en dit is uh, waar we nu uh, waar we nu mee gaan werken is een van de verschillende manieren. En we gaan werken vandaag met de regenboogvlam. En de regenboogvlam is een ja Vlam, een, een, een straal van energie die alle kleuren van de regenboog in zich heeft. En um, het, het, ja, dus het is niet wit, want wit heeft natuurlijk ook alles in zich. Maar daarin, in, in, in zo'n witte straal, is alles al helemaal bij elkaar. Deze regenboogvlam. Daar zie je de afzonderlijke stralen nog zitten. Dus die, die zijn te onderscheiden. En, en tegelijkertijd vormen ze ook één. Ja, voor mij, wat, wat ze zeggen, is dat het echt een ja, vlam is: een straal is die hoort bij eenheid in diversiteit. Unity in diversity. En. Wat heel erg bij deze nieuwe tijd hoort. En het is echt een vlam die ons als mensheid ondersteunt. Om ja, weer bij elkaar te komen. Hè? Je, je kent vast die, die uh, profetieën. Zeg je dat zo in het Nederlands? Prophecies. Hè? De regenboog. De uh, tribe of the rainbow people. Dus de, de regenboogmensen. Tribe of many colors. Het wordt over... Eh, in zoveel manieren wordt het vertaald. Maar het gaat erover dat... dus die... eigenlijk dat we dus die eenheid... in al die diversiteit zien. Dat, dat we niet allemaal... een eenheidsworst hoeven te zijn. Dat we allemaal... onze eigen kleur... mogen hebben... En je, daarin dus elkaar aanvullen. Goed. Uh, nee, dat is het. <laughs> dus die regenboogvlam, die gaan we um, binnen laten stromen. Langs vanuit, ja, boven ons uh, kruinchakra, zevende chakra hier, wordt die vlam naar binnen ja, gegoten zou je het kunnen zeggen. En zo langs helemaal door je hoofd heen en daarbij je, uh, ja, je nek zo, nekwervel, gaat het helemaal langs je ruggengraat naar het puntje van je stuitje. En door die regenboogvlam daarin te laten stromen. Zullen we ook ja, allerlei dingen los kunnen laten? Als dat. Dus in die, die regenboogvlam kun je dingen ook loslaten. En dat, dat gaan we doen. En daarna. Uh, maken we een verbinding met alle chakras. Die, en zodat die ook zich. aan kunnen sluiten. op die regenboogvlam. Nou. Ik heb er zin in. <laughs> ik vind het een heerlijke meditatie waar ik al uh, naar uitkijk, zeg maar. Ga lekker rustig zitten of liggen, wat voor jou uh, goed uitkomt. En ik neem even nog een slokje thee. Zodat, mijn, zo, <clears throat> Zodat ik goed uh, bij stem ben. En dan gaan we beginnen. Zorg dat je lekker zit, lekker ligt. En adem. Adem een keertje in. En uit. En nog een keertje. Adem diep in. En uit. En adem nu een keer naar je ruggengraat. En op je uitademing. Laat je spanning los, wat er ook allemaal in zit. Adem naar die ruggengraat. En adem uit. En door er zo naartoe te ademen, met je aandacht, met je adem, activeer je de kanalen al. Verplaats je je bewustzijn helemaal in die ruggengraat. En dan roep ik de Pleiadische afgezanten van het licht aan. En ik vraag hen bij ons te komen. En de ruimtes te vullen waarin wij ons bevinden, en deze te reinigen. En ik vraag hen al al onze ruimtes met elkaar te verbinden, zodat we met z'n allen in één grote energetische cirkel zitten. Ik vraag hen een beschermende cirkel rond onze energetische cirkel aan te brengen. En dan roep ik de hoge raad van licht en liefde van de dolfijnsterrentempel aan. En ik vraag hen om onze cirkel te transformeren in een heilige dolfijnsterrentempelruimte. En ik vraag om de kristallijne pilaren rond onze energetische ruimte aan te brengen. En de verbinding te maken met de stad van licht. Ik roep de Pleiadische, Syrische en Andromedaanse afgezanten van licht en liefde aan. En ik vraag hen om de volgende lichtkegels boven en beneden ons allemaal en onze energetische ruimte te plaatsen: de interdimensionale lichtkegels, de evolutionaire lichtkegels en de intergalactische lichtkegels. En ik roep onze gidsen van licht en liefde aan. Ons hoger zelf. Een Engel Michael van licht en liefde. En ik vraag hem onze energetische ruimte te verzegelen. En ons te omhullen. Zijn blauwe mantel van bescherming. En grond jezelf op de manier zoals jij kent. Misschien laat je vanuit je voetzolen wortels de aarde inschieten, of vanuit je stuitje, of als je al eerder pleiadisch lichtwerk hebt gedaan, laat je vanuit je eerste of je tweede chakra, je grondingskoord, helemaal naar het aardesterre kristal zakken. Wat voor manier het voor jou ook is, verbind je met de aarde, grond jezelf. Dan vraag ik de Pleiadische afgezanten van het licht om ons te helpen bij het ontvangen en het loslaten in onze ruggengraat, in de kanalen langs onze ruggengraat, het ontvangen van de regenboogvlam. En ik vraag de beheerder, de hoeder van de regenboogvlam, om bij ons te komen. En de regenboogvlam, via ons kruinchakra bovenop ons hoofd, ons zevende chakra, die regenboogvlam die energie naar binnen te gieten, te laten stromen. Naar de bovenste nekwervel. En helemaal langs onze ruggengraat te laten stromen. Tot aan het puntje van je stuitje. En het stroomt en het stroomt. En het neemt mee wat losgelaten mag worden. En bij je stuitje, aan het, bij het puntje van je stuitje, stroomt het naar beneden, de aarde in. En het wordt afgevoerd voor jou door de Pleiadische afgezanten van het licht. Neem de tijd, neem een minuut de tijd om dit zijn werk te laten doen. Deze stroom langs de kanalen van je ruggen gaat te laten stromen. De energetische kanalen, je kundalini kanalen. En het helpt om te ademen naar die plekken waar je voelt dat het een beetje vastzit. Je kunt aan de Pleiadische afgezanten van het licht vragen om je te helpen als je ergens voelt dat het vastzit en je met je adem het niet loskrijgt. En zij zullen hun, hun handen op die plek leggen om het los te maken, om je daarbij te helpen. Voel de stroom langs je ruggengraat, langs de kanalen, langs je Kundalini-kanalen. Je hoeft niet per se te weten hoe ze lopen, als je maar weet dat het gebeurt. Je voelt het, je ziet het. En als het zover is dat het voldoende heeft gereinigd, worden die kanalen opgevuld. Je hele ruggenwervel, of al je ruggenwervels, je hele ruggengraat en alle kanalen eromheen. En laat het ook nu je chakra's vullen vanuit je ruggengraat. Vanuit al die kanalen die helemaal gevuld zijn met dat regenbooglicht. Worden al je chakra's helemaal gevuld met de regenboogvlam. En laat het gebeuren. Geef het adem. Geef het vrijheid. En als je helemaal gevuld bent met die energie van die regenboogvlam, helemaal langs je ruggengraat en al je chakras gevuld, komt er nu de energie van de phoenix, de vurige energie van de phoenix. Van wederopstanding. En die energie gaat naar plekken in je ruggengraat of in een van je chakra's die het nodig hebben. Laat die vurige Phoenix-energie van wedergeboorte, wederopstanding naar die plekken gaan die het nodig hebben en die er klaar voor zijn. Deze phoenix energie trekt je aandacht naar een plek in je lichaam, die klaar is om opnieuw geboren te worden. En adem naar die plek toe. Misschien zie je daar een soort van ei. Of een mooie vlam. Of voel je daar een nieuwe energie, een vurige energie. Hoe het ook is, wat het ook is. Adem er naartoe. Geef het aandacht. Geef het focus. En geef het toestemming om te groeien. Om weer op te staan, om te groeien, om weer krachtig te worden. Misschien is het nog niet helemaal de tijd dat het helemaal dat het ei helemaal uit kan komen. En als dat het geval is, dan laat je het zo. En je omringt het met liefde. En als het wel al uit mag komen, dan laat je dat gebeuren. adem nog één keer diep in. En Je hele lichaam naar die phoenix energie. En je laat het mengen met die regenboogenergie. Een keer adem in en adem uit. En dan bedanken we alle prachtige wezens die bij ons waren. De pleiadische afgezanten van het licht, de afgezanten van het licht van Sirius, Andromeda, de hoograad van de dolfijn Sterretempel, Hartengel Michael van licht en liefde, onze Persoonlijke gidsen van licht en liefde, ons hoger zelf, de hoeder van de regenboogvlam en deze prachtige phoenix. Ik vraag om alle verbindingen te verbreken, zodat we ons allemaal weer in onze eigen energetische ruimte bevinden. Dank jullie wel, prachtige lichtwezens. Ah, en ik adem. Adem nog een keertje diep in. En uit de kom terug in je lichaam. Zo, nou, dat was een uh, verrassing ineens: de Phoenix-energie die erbij kwam. Geniet nog even na. Laat het zijn werk doen. Laat me ook weten wat je ervan vond. Als je vragen of opmerkingen hebt, deel ze voor, vooral. Als je zoiets had van, nou ja, dit uh, vond ik prettig. Ja, schroom dan ook vooral niet om deze video te delen. En uh, ja, daar kan je mij ook weer heel erg mee steunen. Ja, abonneer je, like deze video of wat dan ook. Ik hoor altijd heel erg graag van jullie. Ik hou van jullie. Tot de volgende keer. Dag, stralende zielen. Tot snel.